U heeft vast toch wel eens iets over kamer 13 gehoord? Denkt u nog eens goed na. We zijn toch een team? We zijn één familie. En vanaf volgende week neem ik van ieder van jullie een halve dag over, zodat jullie vrij zijn. Ja. De tijdregelaar. Davy is mijn achterkleinzoon. Daarom ziet hij er zo goed uit. Liv. Hij lijkt op jou. Liv. Of misschien op zijn overgrootmoeder. Wie is zijn overgrootmoeder? Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Check in en ontdek. Oké. Hey Liv. Alles oké? Er zit iets in mijn oog. Ik moet nog even... Liv. Het spijt me. Wat spijt je? Dat je me nu hier moedersiel alleen laat of zo? Denk je dat ik het leuk vind? Ja, maar ik kan toch ook naar het verleden komen? En je familie dan? En je vrienden? Ja, maar... Misschien kunnen we het ook half half doen. We kunnen één week naar het verleden reizen en dan een week in het heden. Weet je, vind ik een keer iemand die ik mag en loopt alles weer in het honderd. Je zult iemand vinden die 1000 keer beter is dan ik. Ja, maar ik wil iemand anders. Ik ook niet. We hebben nog een paar dagen de tijd. Laten we ervan genieten. Kom hier. Dus dit is de bom? Ja, maar geen echte. Het is een rookbom. Daarmee jagen we van Burghard de stuip op het lijf. Dan gelooft hij eindelijk dat Diederik's ontvoerder het serieus meent. Maar gaan we daarmee niet een stap te ver? Onzin. We moeten handelen, en wel zo snel mogelijk. Als Diederik plotseling weer opduikt, zal ons hele plan in het water vallen. Moment. Paul, mag ik je John Marley voorstellen? Hij is detective, hij zal Diederik vinden. Een detective? Hij heeft al ontelbare ontvoeringen, diefstallen en aanslagen opgelost. Meneer van Burghard, hebben we echt een detective nodig? U kunt toch ook gewoon het contract ondertekenen? En de eisen van die crimineel inwilligen? Zonder teken dat Diederik nog leeft? Ik denk er niet over. Kop op. Liv. Jij kan altijd alles aan. En je hebt mij toch nog? En Anna en... Ja, top. Kunnen we dan Anna misschien eerst naar het heden terughalen? Heb je al ontdekt hoe we haar terug kunnen halen? Ik weet in ieder geval waar de stoppenkast is. Echt waar? Mm-hmm. Oké, dus we kunnen dat ding uitschakelen. Dan naar het verleden reizen. Anna Magellaan redden. En dan neem ik afscheid. Denk daar niet aan. Eerst helpen we Anna. Hallo! Wat is er met Jack aan de hand? Hij gedraagt zich echt vreemd. Ja, en met Victoria klopt volgens mij ook iets niet. Neem mij niet kwalijk. Kan ik u helpen? Jazeker, jongeman. De barkeeper heeft mij verteld dat jij een oude munt bezit. Ik ben een ambitieuze verzamelaar en ik vraag me af of je daar nog meer van hebt. Ja, dat is heel jammer, maar we hebben echt geen tijd om hier te gaan staan. Rustig maar. Ik vraag het alleen maar, hoor. Tom, chill een beetje. De munt is van mijn overgrootvader. En ik wist zelf niet dat het zoveel waard was. Ah. Heb je nog meer van die munten? Nee, het spijt me. Oh. Toch bedankt. Hé,
vertrouw die gast niet. Hoezo? Ben je bang dat hij er met je vlam vandoor gaat? Diederik's eerste surfwedstrijd. Diederik en zijn moeder. Nou ja, veel ontdekt die detective van u ook weer niet, hè? Vakantiefoto's kunt u ook maar bij bekijken. Wilt u misschien niet toch het contract ondertekenen? En, zie ik er goed uit? Wauw! Of zie ik er goed uit? Ome Lenny, je ziet er geweldig uit! Ik heb nu genoeg van dat hele afvalgedoe. Als Helene me niet mag zoals ik ben, dan... Ja, wat dan? Och, maak je toch geen zorgen. Het wordt de avond van je leven. Mm. En je supercoach tovert het menu van je leven. Daar twijfel ik geen moment aan. Hoe gaat het met de kanonskogels? Ja, Lenny, ik let erop. En de bonen? Lenny, laat mij maar. Jij zorgt voor je date en ik voor de keuken. Begrepen? Ja, maar ik ben een beetje... Nerveus? Valt het op? Wauw, Lenny. Ja? Veel plezier bij het eten vanavond, hm? Oh, dank je, Jack. En neem gerust een fles champagne uit de kelder, hm? Maar shh. Champagne? Maar die is toch alleen voor speciale gelegenheden? En extreem duur. Zet maar op de rekening van het hotel. Oh, dank je. Oh, wauw. Victoria, achtervolg je mij of zo? Ah, ja, dat zou je wel willen, hè? Hmm. Maar wel goed dat je er bent. Want nu ik de taken van mijn vader moet overnemen, zoek ik natuurlijk een nieuwe personeelschef. En ik dacht zo dat jij de juiste persoon daarvoor bent. Wow. Victoria, dat is toch fantastisch? Ik bedoel, ik als hotelgoochelaar en jij als personeelschef? En? Jack, dat kun je vergeten. Ik vertrouwde je gisteren niet en ik vertrouw je vandaag ook niet. Victoria, wat is er dan mis? Dat bommenplan zal nooit werken. Die detective heeft meteen door dat er iets niet klopt. Mm-hmm, inderdaad. En daarom heb ik ook dit meegenomen. Wat is dat? Een medaillon. En je mag 2 keer raden van wie die is. Hm. Diederik van Burghardt. Ja, en? Van Burghardt wilde toch een bewijs? Wij sturen hem na de aanslag een brief met dit medaillon. Dat zal hem ervan overtuigen dat de ontvoerder het serieus meent. Die rookbom is ondanks dat gewoon lachwekkend. Van Burghardt zal wantrouwend worden en ons verdenken. Daarom wordt niet Van Burghardt het slachtoffer van de aanslag, maar wij. Wij? Natuurlijk. Wij hebben Van Burghardt geholpen. Magellaan kan het toch net zo goed op zijn handlangers voorzien hebben. Wij worden de slachtoffers van de bomaanslag. En Van Burghardt ziet tot welke barbaarse daden Magellaan in staat is. Hmm. Ja. Psst. Lenny! Psst. Geen blonde vrouw in zicht. Misschien komt Helene niet eens. Natuurlijk komt ze. Goed zo. Hey, Lenny. Ah. Oh, een uitstekende keuze. Veel plezier vanavond, hè? Ja, dank je. Wie is die paradijsvogel? Hey Lenny, kan ik je helpen? Kennen wij elkaar? Sorry hoor, ik wacht op iemand. Jij wacht vast op een vrouw met lange blonde haren. Ja. Het spijt me, die zal vandaag niet komen. Maar ik heb ook wel zin in een leuke avond. Wat vind je? Helena? Ja? Oh.
ziet er behoorlijk echt uit. Ja. Ja, zo is het wel genoeg, of niet? Het moet er toch geloofwaardig uitzien? Huh? Dan kunnen we toch geen rekening houden met een bloempotje? Ach, een bom maakt alles stuk. Heb je Magala's brief en het medaillon? Ja. Goed, ben je er klaar voor? Ja. Goedendag, heren. Het is een mooie avond, nietwaar? Ah, al die pakketjes steeds. Het lijkt hier wel een postkantoor. En, hebben ze je gezien? Ja, we kunnen. Wat was dat? Een bom. Ja, maar waarom? Wie heeft dat gedaan? Ja, wie? Ja. De bom voor uw beide handlangers was maar een klein voorproefje. Neem mij serieus. Onderteken het contract van Kamer 13 en dan krijgt u uw zoon terug. Dit is van Diederik. Ja? Ons plan verloopt super. Nog een beetje meer tijd en ze eten uit mijn hand. Allemaal. Bij u nog iets gebeurd? Ik zal nooit meer de zon in de zee zien zakken. Nooit meer de sterren aan de hemel zien fonkelen. Nooit meer honden horen blaffen. Nooit meer katten horen miauwen. Nooit meer... Rustig. Ja, ja.